Ik ben Stijn van Bax Music en vandaag ga ik iets vertellen over de nieuwe Vesely DP250 elektrische piano. We hadden natuurlijk al de FSP 200 en de 500 en daar wordt deze nieuwe DP250 aan toegevoegd. Nou, wat maakt dit nou het verschil met wat we al hadden? Dit is een upgrade van de andere pianos die we al hadden. Je zult het merken, het touché is beter, de klanken zijn beter, je hebt meer functionaliteit, betere speakers. Eigenlijk is de totaliteit, ook de kast, het meubilair, het ziet er allemaal gewoon een stuk gelikter uit. En uiteraard nog steeds tegen de ongelooflijk concurrerende prijs. We hebben op dit moment nog geen andere piano in de markt waar je deze specificaties en deze kwaliteit voor hebt. Ben je een beginnende pianist en wil je goed leren spelen op een goed gewogen touché, dan is dit zeker een aanrader. Ja, uiteraard wil je natuurlijk ook weten wat voor klank er in deze elektrische piano zit. Uiteraard buiten de piano hebben we ook nog een hoop andere klanken. En dat is heel interessant om even te laten horen. Dus ik ga een aantal impressies geven. Ik ga bij de pianoklanken beginnen, want uiteindelijk is dat uiteindelijk waar deze piano in uitblinkt. Er zijn twee piano's die heel interessant zijn. Dat is de 000, dus de, laat ik zeggen, piano 1 en de 001, dus de piano 2. En het grote verschil is dat de eerste variant een beetje een Duitse klank heeft, een beetje Beuzendorf-achtig, is wat warmer van toon. En de tweede piano is wat helder opener, een beetje een Japans-achtige toon, à la Yamaha. Dan kun je meteen het verschil ook even laten horen. Ik ga eerst nu met de eerste piano beginnen. Dan gaan we nu naar de tweede piano. En dit is de wat meer open klinkende piano. Nou, je hoort een verschil tussen de twee piano's. Ik ga nu een aantal klanken doorlopen om je ook een impressie te geven van de andere klanken. We gaan nu luisteren naar preset 3 en dat is een honky-tonk piano. Op preset 4 hebben we elektrische piano nummer 1 en dat heeft wel iets van een Rhodes sound. Preset 5 is elektrische piano 2 en oordeel zelf over deze hele herkenbare elektrische piano sound. Op 11 hebben we de vibrafoon zitten. En op 16 hebben we de Hammond-orgel zitten. Zal ik de rest ook doen? Ja. Op 17 hebben we de percussion-orgel. De rockorgel. En op 18 hebben we natuurlijk ook een rockorgel en die mag uiteraard ook niet ontbreken. En uiteraard, als we het over orgel hebben, moet er ook een kerkorgel in zitten. En dat hebben we hier op nummer 19.
En zo hebben we op nummer 24 de nylon gitaar zitten. En zo hebben we op 28 een overtuigende muted gitaar staan. En zo hebben we op nummer 34 een pickup bass. En ook een prachtige string zit op nummer 49. En op 56 hebben we een prachtige trompet. Dus als we alle functies even bekijken van links naar rechts, dan hebben we hier de aan- en uitknop. Hier hebben we de volumeknop, wat vrij duidelijk aanwezig is uiteraard. Er zit een ingebouwde ritmesectie en daar kun je met deze kun je dat aan- en uitzetten. Je kunt ook een syncstart maken, dus op het moment dat je die indrukt en je drukt een toets in, dan gaat die automatisch lopen. En overigens dat de ritmesectie is niet alleen ritmebegeleiding, maar daar zit ook nog een orkestbegeleiding. Wel vrij sumier, maar als basis is dat wel leuk. En het heeft ook best wel een toegevoegde waarde. Al is het alleen maar om te leren om in een bepaalde ritme te spelen of in de vorm van een soort begeleiding. En dat voor je leerproces is dat eigenlijk wel heel erg handig. Dan hebben we de keuze of je die de akkoordenbegeleiding aan en uit wil zetten. Dat is dus eigenlijk de orkestbegeleiding die erbij zit. Wil je die aan of uit hebben, zodat je alleen de drumsectie hebt. Dat is met name voor pianospel is natuurlijk handig, want het komt ook regelmatig voor dat je met de linkerhand eigenlijk je baspartijen speelt en rechterhand de melodie. En dan wil je misschien juist die begeleiding er niet bij hebben. Dus die keuze heb je dan om dat te doen. Dan hebben we voor heel de ritmesectie hebben we een intro en een ending. Je kunt wat filletjes maken. Dan hebben we uiteraard de tempo en de metronoom. Je kunt ook alleen met een metronoom spelen. En dat is natuurlijk ook erg handig, want uiteindelijk in de hele studieopleiding is ook het spelen van een metronoom is gewoon belangrijker. Als je klassiek speelt, staat ook altijd aangegeven, dat is zo'n kwartnoot, en daar staat aangegeven de tempo die erachter is. Zodat je weet dat je eigenlijk het muziekstuk in de juiste tempo aanspeelt. En dat kun je dus hier in je metronoom dus instellen. Dan hebben we nog functies. Functies geeft de mogelijkheid om een aantal aanpassingen te doen. En dat heeft eigenlijk betrekking op die zwarte letters en symbolen die hier staan. Dus op het moment dat je de functie ingedrukt houdt en je drukt bijvoorbeeld hier op de reverb on en off, dan kun je op die manier dus de reverb of de effect aan en uitzetten. En zo geldt het ook voor de andere. Nou, binnen de functies hebben we natuurlijk een aantal subcategorieën, we hebben het net over gehad. Je kunt de galm aan en uitzetten, je kunt de chorus aan en uitzetten. Je hebt nog de mogelijkheid of je dual voice hebt, of je dus twee stemmen wil horen of enkele. Dus zo kun je bijvoorbeeld een piano met een string tegelijk laten spelen. Je hebt ook een split die je daar kunt maken. Een split is natuurlijk handig als je bijvoorbeeld links een bas wil hebben, want er zitten niet alleen pianogeluiden op. En rechts een piano. Of links een orgel, rechts piano. Nou, fijn, je kunt dat zelf invullen zoals je dat zelf wil. En dan hebben we nog een percussie aan en uit. En dat is eigenlijk heel die ritmesectie waar je dus volledig aan en uit kunt zetten.
Voor de rest heeft de functie ook de functionaliteit om door je menu heen te gaan. Nou, we hebben twee menustructuren. Dat is enerzijds voor de toon en anderzijds voor de ritme. En dat zit hier aan de rechterkant van het display. Als ik hier bijvoorbeeld op toon of op ritme druk, dan krijg ik hier de mogelijkheid om verschillende ritmen. Er staan nu bijvoorbeeld op beat 2. Druk ik hier de plusje in, krijg ik beat 3 enzovoort. Maar ik kan het ook met de functie doen. Ik heb nu bijvoorbeeld ritme, maar laat ik bijvoorbeeld even voor het gemak een toon pakken. Hij staat nu op 001, dat is een bright piano. Maar misschien wil ik nummer 99 hebben. Nou, hoe gaat dat? Ik druk de functieknop op. Het moet altijd drie cijfers zijn, dus dan is het 0, 9, 9. En 99 is een atmosferische klank. Dan moet ik wel uit de functie en dan heb ik dus de atmosferische klank. Wil ik terug naar de piano, waar we het net over hadden, ga drukken op functie. Nou, we weten dat hij op 1 zat, dus dat is 001. Je ziet op display al een bright piano staan, maar ik moet wel uit de functie, dus de functie indrukken en ik heb de piano. Dus op die manier kun je ook heel snel door je navigatie heen. In de manual staat ook de klanken bij en welke cijfer erbij. Dus dat werkt wat makkelijker. Een andere manier is continu met de plus en de min. Dus voor en terug. Dat duurt natuurlijk wat langer. Want stel dat je, ja, want er zitten meer dan 100 geluiden op, geloof ik. Ja, dan moet je heel veel drukken om heen en terug te gaan. Dus met die cijfers werkt dat net wat makkelijker. Nou, dan zoals aangegeven hebben we hier rechts dus de keuzemenu tussen toon en ritme. We hebben net al toon en ritme gehad. Dan hebben we hier de menufunctie. Als ik die indruk. Je ziet een menu plus en een menu min. Dat is eigenlijk niks anders dan dat je door het menu omhoog of omlaag gaat. Dus ik heb nu de menu geactiveerd. Ik sta nu bijvoorbeeld op reverb level. En druk ik hierop, dan ga ik echt letterlijk door het menu heen scrollen. Ik sta nu bijvoorbeeld op de volume, ritme volume. Met die menu plus en min scroll je omhoog en omlaag. En wil je eruit, druk je op de toon ritme knop en dan zit je weer in het menu. Tenminste in de preset. Dan hadden we hier natuurlijk de data, heeft een dubbele functie, data en demo. Als je enkel deze is eigenlijk een plus en min, dus voor en terug, dus om de ritme en de klanken te zoeken. Als ik deze twee knoppen tegelijk indruk, dan krijg ik dus de demo menu. Dan begint hij meteen te spelen met het eerste demo song. Maar je kunt uiteraard ook demo songs kiezen door weer de plus en de min te pakken. Dit is de volgende, Pizza Pollock. Zo kun je, er zitten best wel veel demo songs in. Dat is leuk om naar te luisteren. En misschien daar ook nog iets van kan leren. In de zin van hoe een bepaalde stijl klinkt. Dan heb je ook nog de mogelijkheid om het op te nemen. Dat is eigenlijk best wel leuk. In je studioontwikkeling is het altijd goed om een soort van zelfreflectie te hebben. Van oké, wat heb ik gespeeld? En kan ik van mijn eigen fouten leren of niet? Dus, en op het moment dat je het opneemt. Kun je dus afspelen om terug te luisteren. Maar je kunt het ook opnemen om bijvoorbeeld een liedje te spelen. Om een soort song te maken. Het is niet heel uitgebreid, want er zit maar één spoor op. Maar het is technisch mogelijk om bijvoorbeeld een begeleiding op te nemen. En daar overheen bijvoorbeeld een melodie te pakken. En op die manier kun je dus een hele eenvoudige song opzetten. Dus hebben we de record play. En dan hebben we hier de media spelen. Zoals aangegeven kun je dus een USB-stick hier doen met de muziek erop. Ja, dan is het natuurlijk ook handig dat je er doorheen kunt navigeren. En dat kan dus door middel van deze media spelen. Nou, zoals bij de meeste media spelers heb je natuurlijk altijd vooruit en terug. En stop play functie. En dat zit hier uiteraard ook op. Nou, laten we eens even de specificaties doornemen wat hij allemaal onder de motorkap heeft zitten. En wat hij allemaal kan. Als we in eerste instantie even kijken naar de fysieke connecties. En laten we eerst eens bijvoorbeeld de achterkant kijken. Nou, aan de achterkant hebben we een aantal aansluitingen. Dat begint met een USB to host. Dus je kunt hem aan een computer aansluiten, zodat je ook MIDI over USB kunt versturen en ontvangen. Het mooie is, hij heeft ook een General MIDI bank in zitten. Voor degenen die niet vertrouwd zijn met General MIDI bank, is een standaard om bijvoorbeeld een MIDI file af te spelen. En een MIDI file is een format, een standaard, die herkent de General MIDI databank. Dat is eigenlijk een bank waar een vaste gestructureerde klanken zijn vastgelegd, zodat je op ieder apparaat altijd dezelfde klank hebt. Dat geldt voor deze ook, hè. Dus deze is General MIDI compatible. Je pakt een standaard MIDI file, je speelt hem af en hij klinkt zoals hij oorspronkelijk bedoeld is, in de zin van dat de klanken correct zijn.
Daarnaast hebben we dus een fysieke MIDI-in-out, dus een analoge MIDI-in-out, een DIN-kabel, dus een 5-pins, een 5-polige kabel. Zodat je ook externe apparaten, bijvoorbeeld misschien heb je een soundmodule die je erop aan wil koppelen, dan kan dat. Dus je hebt zowel MIDI-in als uit. Dus je kunt zowel het geluid van deze beheren door een ander apparaat, of dit als master gebruiken, zo je de sound van een apparaat kunt beheren. He, dus het gaat beide kanten op. Dan hebben we naast de MIDI hebben we de systeempedaal connectie. Als je de piano loskoopt, dus zonder het meubilair, gaat er een systeempedaal. Die wordt over standaard meegeleverd. Koop je het meubilair erbij, dan krijg je zo'n pedalen set. En dat is dezelfde kabel, dan heb je dan de functies over 3 pedalen op dezelfde connectie. Dan hebben we nog een audio in en een audio uit. Dat is door middel van een 6,3 mm jack, dus stereo in, stereo uit. En dan hebben we natuurlijk uiteraard daarnaast nog de voedingadapter. Gaan we hier naar de voorkant, hebben we ook een aantal aansluitingen. Hebben we hier bijvoorbeeld de mogelijkheid om 2 hoofdtelefoons aan te sluiten. En dat is met name makkelijk als je wil studeren en iemand wil meeluisteren. Of die wil jou instructies geven zonder dat iemand last heeft. Dus je kunt met z'n tweeën naar de piano luisteren. Dat is natuurlijk erg handig. Daarnaast hebben we een USB input. Dat wil zeggen, je steekt een USB stick in en dan kun je audio afspelen die over de speakers heen komen. En dat is natuurlijk heel handig als je bijvoorbeeld wil oefenen met een bestaand liedje om na te spelen. En dat kun je over de ingebouwde speakers kun je dus de muziek afspelen. Nou, dan de piano zelf. Zoals aangegeven, we hebben 2 speakers in zitten. Dat zijn kwalitatief goede speakers. Je merkt dat als je expressie geeft, dus je slaat wat harder aan, dat gaat ook niet vervormen. Dat blijft heel keurig overeind, dus dat hebben ze erg goed gedaan. Resumerend kunnen we zeggen dat we een bijzonder complete piano hebben. We hebben het al aangegeven, voor de prijsbewuste toetsenist heb je echt een compleet pakket. Wat bestaat dus uit goed gewogen toetsen, goede klanken, overtuigende klanken ook. Goed gebouwde speakers, zodat je ook veel dynamiek hebt. Heel veel keuze in klanken, stijls die je erbij kunt doen. Je hebt een ritmesectie erbij, enfin, je kunt eigenlijk alle kanten op. En natuurlijk niet te vergeten, je hebt ook nog een mediaspeler erbij, zodat je ook heel makkelijk kunt oefenen met een audio bestand erbij. Hè. Dus, dat is altijd wel handig, dan hoef je niet extern te gaan zoeken. Dus alles bij elkaar, een heel goed pakket. Wil je meer informatie met betrekking tot deze Vesely DP250 elektrische piano? Klik dan op de link hieronder en je wordt doorverwezen naar zijn productpagina. Vind je dit een leuke review? Like hem, deel hem en word vooral lid van ons YouTube kanaal. Dat mag eigenlijk niet.